Het onderwijs is 6 nieuwe MOB-docenten Engels rijker. Nadat de eerste groep van 3 de vorige week is afgestudeerd, hebben vandaag de laatste 3 studenten hun eindpresentaties gehouden in het gebouw van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL. In tegenwoordigheid van de verschillende studentenbegeleiders was Maureen Hermelijn een van de afgestudeerden. Zij verdedigde haar thesis, The Influence of West African Languages on English-based Creoles, of which Gula, Jamaican Patois en Sranang. In gesprek met onze redactie zegt Hermelijn een zware periode achter de rug te hebben. Niet makkelijk, maar als je iets wil bereiken, dan moet je ervoor gaan. En als je die keuze hebt gemaakt, dan doen we dat. Dus blij dat het voorbij is, maar zeker doen, zeker doen. Even volhouden, even doorbijten. Dat werd ook aan mij gezegd steeds. Come on, je kan het eventjes doorzetten. En dan ben je eruit en dan heb je je diploma. Het is na 15 jaar dat er weer MOB-docenten Engels zijn afgestudeerd.